allemaal en welkom bij alweer de 7e aflevering van Babbelhap. Mijn gast van vandaag is het afgelopen jaar een van mijn dierbaarste vriendinnen geworden. En er is alleen wel een klein probleempje, want ze praat heel erg plat. Dus dan zegt ze bijvoorbeeld patat, maar het is wel een enorme schat. Hier is Nicole. Hallo. 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 Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik mocht komen. Voor de mensen die jou niet kennen, mag je even kort vertellen wie je bent? Ik ben Nicole, werk in het onderwijs. We hebben elkaar nu zo'n jaar geleden leren kennen, denk ik. Ja. Nou, ik denk iets langer wel. Ja, ik volgde jouw vlogs. Ook voornamelijk omdat jij de PABO deed. Soms hadden we wat contact via DM. Ik was even in je DM geslijt. Ja. En toen begon jij je eigen zaak. En daar kwam ik graag. Ja. Want daar waren de lekkerste borrelplanken en de lekkerste cocktails. Ja. De cirkel is nu al een beetje rond. Want wij hebben elkaar echt leren kennen door jouw concept met de borrelplanken. Dus wij zeiden ook van, als ik dat niet had gehad, had ik jou ook niet echt leren kennen. Dus het had ze allemaal zo moeten zijn. Ja. En eigenlijk klikte het vanaf het begin heel goed. Maar jij gaat dus ook iets anders doen. Jij gaat geen hap maken. Want we hebben hap van de gast. Dat komt straks wel in beeld. Maar het wordt geen hap. Nee, want ik ben van de cocktails. Ja. Ik vind cocktails heel lekker. Echt leuk. Dus wij gaan, nou kunnen we meteen al naartoe gaan. Ja. Je mag vertellen wat jouw hap van de gast is. Mijn hap van vandaag is de Strawberry Shortcake cocktail. Dit wordt sowieso lekker. Oké, wat hebben we allemaal nodig? Wat zijn de ingrediënten? De Digestive koekjes. Denk ik. Een eetlepel cream cheese. 5 bevroren aardbeien. 1 verse aardbei. 1 eetlepel bruine suiker. 30 milliliter rum. En dat is dan witte rum. Dat kan witte rum zijn, bruine rum. En dan hebben we 60 milliliter rum chata. En dat kenden wij allebei niet. Nee, kijk hoe leeg die fles al is, hè? Oh, je hebt er al volgens mij is hij altijd... Ja, want ik stuur jou een bericht van, oh mijn god. Als je dit in een glas doet met ijs, kan je gewoon zeggen, dit is een cinnamon roll cocktail. Het smaakt gewoon naar kaneelbroodje met glazuur. Geweldig. Het is dus een Caribbean rum met vanille en cinnamon flowers. Ja, en het is wel echt cheesecake. Want in de bodem gaat ook vaak kruiden, specerijen. Lekker. We kunnen ook, want we gaan natuurlijk voor ons allebei een cocktail maken. Eentje met witte en eentje met bruine rum doen. Ja? Ja, leuk. Zullen we dat doen? Ja, dat gaan we doen. Oké, leuk. Dan gaan we gewoon nu al naar de how-to. We beginnen met het verkruimelen van 1 biscuit. En de biscuit hebben we nodig om het glas te versieren. Dus ik geef jou een biscuit. Oh ja, gaan we het allebei doen. Superleuk. Ja, dan wil ik de witte. Oké, de witte roze. Deze past wel. Deze past precies. Deze ook. Oké, verkruimelde biscuit. Maar het is een koekje wat vrij goed kruimelt. Het gaat heel makkelijk. Lekker poederig maken. Ik dacht, we moeten helemaal met een vijzel aan de slag, maar dat hoeft niet. Gelukkig. Oké, wat nu de bedoeling is dat we de rand gaan insmeren met de roomkaas. Ja. Oh, zo breed. Ik dacht, je doet echt alleen maar die bovenkant, joh. Nou, dat was ook de bedoeling. Oh, nou, dit kan ook. Het pakt leuk uit. Oh, wat leuk. Dit is, vind ik heel leuk. Geweldig. Dat is toch al helemaal een cheesecake. Oh, wat lekker. En dan gaat je lip er zo langs en dan proef je zo helemaal. Ja, cookie. Een tip, doe het wel dik, want ik heb hier niet dik genoeg gedaan. Dus de roomkaas moet er wel echt dik op. De bovenkant kan je als laatste nog even... Ik ga wel net als jij ook zo breed proberen, hoor. Ja. Nou, het ziet er ook best leuk uit. Oh, hele klonten, joh. Ja, ik gleem er echt doorheen. Ja, ik ga die binnenkant inderdaad wel schoonvegen straks. Maar dat kan ook daarna. Hoppa. Oh, ik heb een dik hoopje. Misschien is dat ook wel handig. Zie? Ja. Gaat die nou goed? Ja, hè? Ja. Ja, heel leuk. Leuk, hè? Oh, zo ga ik denk ik vaker mijn glazen. Ook als toetje. Hoe leuk is het als je een toetje hebt? Oeh, je moet inderdaad lekker goed dik doen, want je wil overal die koekjes hebben. Wat heerlijk. Ja, wel een mooi randje vind ik, want jij hebt goede dikke... Ja, ik heb van jou gespiekt, dus ik heb mazzel. Maar ik ga wel dit dus. Ik kan natuurlijk ook netjes met keukenpapier, maar dat doe ik niet. Het vind ik niet mooi als het aan de binnenkant zit. Ik vind het helemaal amazing. Ja. Geweldig. Wat leuk tot nu toe. Ja, dan krijg je echt dat effect van die bodem van de cheesecake. Ja. Ook heb je hier zoveel zin in. Lekker beginnen de dag met een cocktail. Ja, met alcohol. Heerlijk. Dan gaan wij nu door met de bevroren aardbeien, de rum en de suiker te blenden. Dit is dus een action blender. Deze kan zoveel aan. Echt geweldig. Uit de vriezer hebben wij bevroren aardbeien gepakt. Daar gaan er 5 in. Zo, die zijn groot. Het zijn echt joekels. Maar wel lekker, want dan krijg je een beetje zo'n frozen daiquiri. Ja, dat is toch heel hip nu. Kijk, het is nu natuurlijk al bijna winter, maar dat is heel hip van die frozen recepten.
Koud? Ja. Strawberry daiquiri. Ja. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Strawberry. Daiquiri zeggen sommigen. Daggering? Ja, dat is een heel ander. Dat is een bepaald soort dans. Ja. Dat gaan we nu laten zien. Ja, dat gaat Nicole straks doen. Als jullie een duimpje mogen doen. Ja, bij 100.000. Ja, bij 100.000 lijkt je eigenlijk gek daggeren. Nee, gekkigheid. Nicole heeft trouwens mijn haar gedaan. Dus ik moet even... Met de Dyson. Af en toe wennen dat het zo voor mijn ogen zit. Vind je het leuk? Ik vind het echt waanzinnig. Het zakt wel snel uit, hè? Je bent er ook van geschrokken. Nee, ja, van de achterkant. Maar van de voorkant is het echt nog wel goed. Oh. Ja, vooral je curtain bangs. Thanks. Love it. Honey bunny. Dan gaat er bij rum. En om hoeveel? Precies te zijn, oh. 30... Sorry. You better be worried. Wat ik dus handig vind om te doen, dat je niet hoeft te meten. Dan pak ik gewoon een weegschaal. Dat ja, dan zet je het glas erop. Ja, dat vind ik dus veel chiller. Ja, doe ik ook altijd met de konijnenvoer. Jij gaat voor de witte, ja, en ik voor de bruine. Dan gaat er bij 30 milliliter. Oh! Dit is precies 60. Oké, dit is dus volgens mij 35 milliliter. Dus als je hier iets minder in doet... Echt een prof wel. Ik voel me net een barvrouw. Dus ja. Net niet tot het randje. Die doen we erin. Oeh, het wordt ook meteen roze. Ja. Heerlijk. Nice. Dan gaat de suiker erbij. En met de suiker gaat er 1 eetlepel bij. En, ja. Dat is wel leuk, want jij hebt een andere... Zo, die eetlepel die Nicole net liet zien. Ik pak gewoon een goede eetlepel. Als jij een hap neemt van je yoghurt... Dan neem je 1 Nicole, je had een berg, daar kon je gewoon uren op klimmen. Ja, maar... Dit is dus, jullie hebben al gezien hoe Nicole het zou doen. Ik zou het dus zo doen. Oh, ja, maar dat doe je ook niet met je yoghurt. Jawel. Dus ga ik je yoghurt ook niet af voordat je een eetlepel neemt. Ga jij een hele grote doen? Ja. Oké, dan doe ik dat niet. Nou, hoe ik dat doe, is ik pak 1 eetlepel. Deze suiker kleeft ook. Je had net veel meer. Nee. Oh, oké. Zo. Ja, zo'n hap yoghurt zou ik nemen. Dus, 1 eetlepel, dat gaat er ook gewoon in. Heb je wel goede dikke yoghurt als het zo blijft liggen? Ik heb altijd Griekse yoghurt. Oh ja. Hoppakeetje. Dit is het, hè? Dit is het. Oké, let's go. Is hij stuk? Nee, je moet hem nog draaien. Oh ja. Kijk, wat ik dan even zo doe. Dat hij dit aan kan, hè? Gewoon action. Hij is heel dik. Hij is stuk. Oh, is hij stuk? Oh, ja, hij is echt nu stuk. Of hij zit gewoon helemaal dik met drap. Ik denk dat de drap te dippen is. Maar deze dingen gaan nooit stuk. Dit is echt een daiquiri. Zo bevroren. Ik denk dat hij wel goed is zo, toch? Ik denk dat dit met verse aardbeien ook lekker is. Maar dit koude krijg je dan natuurlijk niet. Nee. Dit ontdooit zo snel. Dit ja, sap. Klopt. Ik denk dat als het in het glas zit, het al drinkbaar is. Ja. Dat denk ik ook. Omdat het nog wat dik is, kun je er het beste met een lepel even uithalen. Zo, gewoon frozen. Hoe noem je dat? Zo'n fruitbol. Ja, echt. Hoe heet dat ook weer? Smoothiebol. Smoothiebol. Of tomatensap. Het is heel donker. Maar je ziet nu al dat het wel smelt. Ja, maar hij is niet genoeg om te vullen. Jawel, want er komt toch nog een laagje... Oh ja, 60 milliliter, dat is heel veel. Ja. Wat scherp van jou. Dat is 2. Ja, dat is best. Ik doe dit vaker. Ja. Nou, zoveel mogelijk er proberen uit te halen. Want van verspillen houden we niet. Verspillen is niet wat wij willen. Dat heb je zelf in of dit is. Ja, maar dan doe ik het wel even van de lepel. Want ik kom uit het glas. Die hebben ze weer nodig voor mij. En zeker heel lekker. Oh. Ja? Ja. Ik doe even... Heel sterk. Veel alcohol? Mm-hmm. Mm. Oh! Dit is mijn lieveling. Ik zou dit al zo lekker vinden. Heel veel rum, hoor. Ja. Oh, niet te veel suiker. Nee, toch? Ik ga ook zoveel als jij doen. Even smoelen. Nee, het is gewoon echt lekker zoet. Wauw, kijk hoe mooi. Strawberry juice. Ik haat juice. Wat? Ik haat het woord juice. Juice. Oh, Nicole, wat leuk dit. Oh, dat klonk heel sarcastisch, maar ik vind het gewoon heel leuk. Hier is je rum shada. Oh, Nicole, wat leuk dit. Nou, vervolgens doen we er 2 dopjes van de rumchata bij. Ik kijk dus steeds daar eventjes of wij in beeld zijn. Maar ik ben het in de war. Ik denk steeds dat ik jou ben. Wij lijken echt op elkaar. Ja, we zijn ook zussen. Wij zijn twins. Dus 2 niet helemaal volle dopjes.
Oh, dat blijft er opdrijven. Oh, wat heerlijk. Oh, hij gaat hier zo'n klein beetje doorheen zakken. Dat vind ik ook heel mooi. Probeer ook zacht te schenken, zodat hij er niet... Hij mag... Ik zou hem dus wel vol willen hebben. Ik heb vrij grote glazen. Dus ik zou er nog een beetje op knallen. Ik niet. Oh. Do you like this strawberry? Yes, please. This is a good one. En voilà. Ah. Uw strawberry shortcake cocktail. Prachtig. Oké, Nicole maakt er nog even snel eentje voor mij. Nou ja, snel. Het is gewoon lekker makkelijk. Met bruine rum. Verder doet ze alles hetzelfde. Nou, het is dus echt een heel makkelijk recept. Ja. Je hebt geen cocktail shaker nodig. Dat is ook handig. Ja, en het zijn niet veel ingrediënten. Nee. We gaan nu de bruine rum erbij doen. Ja, dan wordt de kleur misschien wel anders. Daar komt hij al. He's coming. He's coming for you. Het is echt net tomatenpuree. Zo, het is heel donker. So I just do it from the bottle. Voorzichtig schenken. Oh ja. Yeah. Als je hem heel mooi wil doen, dat is nog een tip van Flip. Ja. Schenk hem op een lepel. Oh, dat is echt zo. Ja. Dan komt hij minder hard, hè? Ja. Oh, dan ga ik heel hard gieten ineens. Zo, hè? Ja. Oh, ik ben benieuwd hoe dit gaat smaken. Maar wij zien hier een vieze blob. Gaat hij zakken? Ja. Vind ik ook wel mooi. Jouw blob is omhoog gekomen. Ik heb hem natuurlijk aangedrukt. Nou, dit is een goeie, hè? Jij hebt je vooral je blob aangedrukt. Denk en het ik niet, dat er zat lucht onder. Ja. Kijk, bij mij zit er. Hi. Ze heeft hem natuurlijk zo geschonken. En ja. Ik heb erin gedaan en daarna een beetje verdeeld. Ja, dus je moet Nicole's manier doen. Maar jouw kruim blijft leuker liggen. Nou, bedankt, honeybun. Fijn dat je het zo optimistisch bekijkt als een juffie. Het moest niet volgens het recept, hè? Nee, maar dat vinden wij leuk. Ja. Wauw, wat is jouw mooi. Nou, ben ik ook heel trots op. Ja. Kijk, het verschil is ook cutie. Voilà! Cheers! Dan is het nu tijd voor de... Wat denk je? Proeven. Taste test. Taste test! Ik ben zo benieuwd. Dit is een hele maaltijd, joh. Cheers! Cheersie! Hij is heel mooi bij jou, maar ik vind het ook wel grappig. Je mist wat? Hij is helemaal zacht! Je knikt niet! Nou... Dat is nogal een antiklimax. Nicole, wat is het veel? Lekker. Oh mijn god. Dit is een toetje waar je u tegen zegt. Eerst proef je die koek. Die komt tegen je lippen aan. Je maakt er bijna een erotisch verhaal. Ja, maar het is echt een cheesecake. Oh. Oprecht. Oh mijn god, is dit lekker. Oh mijn god. Het is oprecht een cheesecake. Met alcohol. Ja. Ga dit maken. Ik vind het wel, als je echt zoals Nicole dit hebt, dat wit met rood is het echt kerstachtig. En als hij mislukt, is hij nog steeds hartstikke leuk. Dit is meer strawberry. Ik heb nu meer een strawberry kleurtje van wat je verwacht. Licht roze. Dus dat vind ik ook wel wat hebben. Dit is echt shrill. Ja, het is allebei eigenlijk leuk. Het is totaal anders hoe het eruit ziet. En hoe we dat hebben gedaan? Geen idee. Oh jawel. Ja. Ik heb hem aangedrukt. Ja, en die koekjes die dan ook daarboven en aan de zijkant tegen je lip komen. Ik ga ook die crimpjes even likken. Heb jij een rietje? Nou, rietje is ook handig. Ja, heb ik. Want kan ik misschien meer ook van de daiquiri... Ja, want bij mij is dat natuurlijk gemengd en bij jou niet. Ik wil eens proeven hoe het is als ik gemoerd heb. Van mij. Oh ja, wissel. Oh, we moeten laten weten of bruin of wit lekkerder is. Lekker speeksel van elkaar aan die rand. Anders. Ja, maar ik vind de mijne lekkerder. Ik vind de bruine rum lekkerder. Maar ik hou dus van bruine rum. En niet iedereen houdt daarvan. Dus, bruin of witte rum, daar smaak. Ja. Oké, leuk. Wij gaan dit even lekker opdrinken, maar daarna gaan wij door met de kookwekker. De kookwekker? Dat weet jij niet. Ik ga je 5 vragen stellen die ik aan al mijn gasten heb gesteld. Vraag 1. Wat mag er niet ontbreken op een goede borrelplank? Jouw paprika dip. Oh ja. Dat is echt, die heb ik leren kennen van jouw borrelplank. Ja. En dat is echt mijn favoriet. Oh. Die had ik, waarom heb ik die niet in deze aflevering gemaakt? Er was een reden voor. Ik weet niet meer wat de reden was. Weet ik ook niet. Maar we gaan straks ook een hele lekkere maken. Ja. Maar die vond jij inderdaad heel dat lekker. Is echt, oh. Die wilde jij echt kopen en mee naar huis nemen. Die heb ik toen met Koningsdag, de allereerste keer dat wij elkaar hebben gezien, deelde jij die uit. Want het was een oranje dip. Ja. Oh. Dat was echt leuk. Ik krijg er geen genoeg van. Ik vind het leuk dat je dat zegt. Okay. Dat je die wil. Ja. Die hebben we ook straks. Oh, lekker. In de volgende aflevering. Oké. Okay. Wat kook je als je even snel iets in elkaar wil flansen? Pasta. Ja, pasta. Maakt het niet uit met bolognese saus. Toevallig had ik laatst
En dat is echt super simpel. Van paprika's en uitjes en knoflook gewoon zelf een saus maken. Dat is echt super simpel. Een beetje room erdoor. Ja. En dan heb je al je groenten, maar dan wel als saus. Heel lekker. En spekjes erdoor. Ja. Ik hoor van meerdere mensen dat ze voor pasta gaan. Is ook makkelijk en heel lekker. Het was binnen 20 minuten klaar. Chill. Maar je hebt wel een goede maaltijd met groentes. En je hebt ook gekookt. Ja. Nice. Je date komt vanavond voor het eerst bij je eten. Ja. Wat ga je maken? En ga je je best doen? Oh. Nou, wat ik zelf heel lekker vind, is cannelloni. Oh. En die kan ik ook best wel goed maken. Oh, ik ook. Ik wil het in het volgende seizoen gaan doen. Oh, echt? Ja. Oh, wat leuk. Moeten we samen doen. Ja. En dan, het is van een speciaal recept. En dan zit er een sausje overheen van tomatensaus. En ricotta zit in het gehakt. Met spinazie. Maar, ja, spinazie. Oh, dat wist ik al dat jij die ook maakt. Dat is echt het recept wat ik altijd... Dat zou ik ook maken. Ja. Ja, maar wij zijn ook hetzelfde. Wij zijn sisters. Lasagne of dit, want je kan het voorbereiden. Ja. Al maak je het de dag ervoor. Het wordt alleen maar lekkerder. En weet je wat leuk is? Je kan er zeg maar nog side dishes bij maken. Zoals bruschetta of een stokbrood. Ja. Dus je kan het heel... Kruidenboter. Ja. Simpel. Lekker. Ja. Maar je kan ik heb heel veel zin in. Ik merk dat ik echt zin heb in hartige dingen ook. Ja. Heerlijk. Ja, straks bij de dip. Oh, lekker, lekker, lekker. Oké, okay, dit is je laatste dag op aarde. Oh, shit. Wat ga je sowieso nog eten? Sushi. Ja? Ja, no doubt about it. Same. Wat is jouw guilty pleasure op het gebied van eten? En dit is meteen de laatste vraag. Mijn guilty pleasure? Ja. McDonald's. Ja? Ja. Lekker. Denk het. En dan wat? Nou, meestal neem ik een Big Mac menu. Lekker. Maar ik vind een Big Mac niet meer zo lekker, want ik vind dat een soort kotsaus geworden. Zuur. Maagzuursaus. Eeuw, waarom? Ik sta even zo... alles. Of het smaakt naar aarde, of het smaakt naar kots. Ik leun even naar voren, want ik heb een beetje last van mijn rug na al deze seizoenen. Aflevering. Ze stak steeds meer in elkaar. Volgende aflevering staat ze onder het aanrecht. Dus ben ik alleen. Je zou denken dat staan niet heel vermoeiend is. Maar... Ja, maar ik moet ook zeggen dat als ik Mac heb gegeten, dat ik daarna denk, gadverdamme, wat heb ik gegeten? Heb je van die video's gezien waarin ze laten zien hoe het eruit ziet na een paar maanden of een paar jaar? Dat het nog helemaal hetzelfde eruit ziet? Ja, nou dat is toch fantastisch? Dat is dus ziek smerig. Dus als ik nu trek heb, dan zou ik het kunnen bestellen en dan denk ik, oh, zet het in mijn koelkast en dan kan ik het daarna weer eten. Over een half jaar? Ja. Ja, maar het smaakt het dan ook nog? En er was een man en die heeft zo'n dieet gedaan. Van elke dag McDonald's eten, die is gewoon afgevallen. Ja. Nou ja, doe mij dat ook. Je ne sais pas. Maar de timer gaat. Ah. Hoor je hem? Nee. Wel? Je hoort hem. Ja. Nu je het zegt. Oké. Okay. Dit was de kookwekker. Dan gaan we nu door naar de hap van Charlotte. Dat ben ik. Oh, dat is zij. Oh, we hebben alcohol op. We zijn wat losser. Ik doe eerst de dip. Mm. Eet daar een beetje van. En dan de cocktail. Zo de knetters. Mm. Ik zeg ineens zo de knetters. Dat is er ook heel raar en oudbollig. Zo de knetters. Zo, hey, je praat helemaal niet plat. Hey, zo de knetters. Vond je mijn intro leuk? Ja. Ik had echt mijn best gedaan erop. Oh, dat ik had is het in bed bedacht om 1 uur 's nachts. Moet ik het in mijn telefoon schrijven? Oké, maakt niet uit. We gaan door naar de half van Charlotte. Wat we gaan maken. Maar ik twijfel dus nog, hè, want ik noemde hem eerst zoete pepertjesdip of romige pepertjesdip. Maar bij zoet hoor je niet dat hij romig is. Bij romig hoor je niet dat hij zoet is. Dus toen dacht ik fluffy zoete pepertjes dip. Fluffy zoete pepertjes dip? Ja. Klinkt dat? Fluffy zoete pepertjes. Dip. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu door naar de fluffy zoete pepertjes dip. Oké. Okay. Dus ik dacht ik sluit hem hiermee af. Want dit is een dip die ik niet vanaf het begin maakte bij de borrelbar. Maar wel later ben gaan maken. Heb ik deze geproefd? Weet ik dus niet. Maar mensen hebben hem geproefd. Ik weet dat we toen heel veel over hadden omdat we op vakantie gingen. En toen ging ik het uitdelen aan allemaal mensen. En die zeiden, oh my god, wat is dit? Het is zo simpel. Dus ik dacht, die moet ik ook maken. Maar als ik kijk wat erin zit. Sweet pepper juice. Oh ja, dat vind ik heerlijk. Ik zal even vertellen wat erin zit. Ik heb 4 teentjes knoflook. Maar ik blijf zeggen, je moet een beetje kijken wat jij lekker vindt. Nou, van mij mag er best wat knoflook in. Van iedereen die hier komt. Ja. Heerlijk. Dan heb ik 2 bakjes pepperjuice en de olie. Het is best wel een vette dip, maar dat proef je, ja, je proeft romigheid en heerlijkheid. 170 gram mascarpone. Mascarpone. Als je weinig wil maken, kan je natuurlijk ook 1 bakje doen en doe je van alles de helft. Nou ja, spreekt voor zich. Dit is de verhouding van deze. 100 gram pataks aubergine chutney. Wel die van patak. Patat. Patat. Pataks aubergine chutney.
Ja, deze heb ik een keer random er doorheen gegooid, omdat het open stond. En zo creëer ik altijd de lekkerste dingen. Dus dan denk ik, hetzelfde geldt voor het volgende ingrediënt. Mirikswortel. Dat zie ik vaker bij jou. Dat jij denkt, oh nou ja, ik heb iets nodig. Ja. Laat ik het hiermee doen, want dat heb ik in huis. Ik heb echt ook aioli's gemaakt met rare dingen erin. Dat ik dacht, ik doe een basic en ik giet dingen uit potjes erbij en het werd zo lekker. Dus mirikswortel, maar ik heb nog nooit verse gebruikt. Maar heel veel mensen in de familie van mijn vriend gebruiken dus verse mirikswortel om bijvoorbeeld mayonaise te maken. Mega lekker. Mirikswortel is een beetje pittig. Beetje wasabi-achtig. Ja. Ik vind dat... Ik weet, vroeger bij had je van Harry Potter smackies in alle smaken. Had je dus een mirikswortel variant. Ik kijk geen Harry Potter. Wat? Ik kijk geen Harry Potter. Ook geen smackies in alle smaken. Smackies. Die jelly beans, gewoon, dat zijn die met die vieze smaakjes. Die puzzle beans. Bean boozle challenge, ja, 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 dat achter. Okay. Had je dus mirikswortel, want ik als kind vond dat heel lekker. Maar dat kan ik me best voorstellen. Maar in de familie van mijn vriend dus, hadden ze dus... ze zeggen wat soort onkruid is, hadden ze allemaal mirikswortel. Toen zei ik, mag ik die meenemen? Maar dat is al een maand geleden, toen heb ik hem geplant. En ja, ik wou net zeggen, heb je verteld waar je deze vandaan hebt? Ja, uit ons terras. Deze komt dus helemaal uit het zuiden van het land. Toen hebben we hem geplant, hij was best wel dood, hij is weer gaan leven. En nu heb ik hem net uit de grond getrokken. Ruikt het? Jij vindt het naar matcha ruiken, denk ik. Nee, het ruikt gewoon naar aarde. Ja, dat vind je toch ook dit keer vind ik het oprecht naar aarde. Nee, matcha ruikt naar sushi. Smaakt. Oh ja, dat voel jij, ja. Ja. Maar ja, dit is misschien nog wel lekkerder. Dit gebruik ik normaal gewoon. Dit is gewoon mirikswortel in een potje. Ik vond het wel heel leuk om eventjes dit er doorheen te doen. En een flinke scheut chilisaus. Nou, we gaan beginnen. We hoeven echt alleen maar de knoflook te snijden en verder... Het is zo easy. As a pie can be. Okay, jij gaat even die knofjes doen. Ik denk dat ik heel even hier een stukje van af moet... van die buitenkant moet halen. Ja. Oh, dat gaat makkelijk. Ja. Oh, die geur. Lekker. Geweldig. Ja, ik ben gek op mirikswortel. Ik ga hem toch even raspen. Maar het is ook lastig te krijgen hoor, mirikswortel. Ja? Ja, bij Crisp heb je het bijvoorbeeld. Maar dan kost het ook €3,50. Dat is best duur. Zo, voor één stengel. Ja. Voor dit. Echt heel duur. Ja, wel een dikke volgens mij. Je mag. Ja. Yeah. Magic. Ik heb het al in elke aflevering ongeveer gezegd. Ik haalde steeds wat knoflook eruit, omdat ik altijd niet wil dat je dip verpest wordt omdat je toch te veel knoflook hebt gedaan. Dan gaan de pepperjuice erbij, met de olie dus. Hoppa. Ik vind die ook zo lekker om gewoon zo los te eten. Ja. En je moet trouwens wel verse nemen. Want je hebt ze ook in een pot, ik weet niet of je die kent. Nee. Die zijn echt niet zo lekker. Ik haalde altijd bij de Hoogvliet, want daar had je dan ook nog 3 voor €5. Ja, dat scheelde echt geld. Soms ook bij de Albert Heijn. En die zijn nu 3 voor €6 geworden. Oké, okay, gaat-ie. Zo fascinerend. Oh, dit is al een dip op zich. Jij zegt dit is al een dip op zich, maar dat is ook... Dit is al een dip. Ja. Dit is al zo lekker. Ja. Je kunt hem echt een beetje grof houden. Die stukjes zijn ook wel lekker, maar deze maakte ik altijd wel zo smooth mogelijk. Er blijven altijd wel wat stukjes in zitten, hoor. Oh, dit is al zo lekker. Niet normaal. Geweldig. Oh, het ziet er echt fantastisch uit. Het is zo lekker. Oh, moet je ruiken. Kan je voorstellen dat dit echt iets toevoegt? Ja. Heel lekker, hè? Maar ik had dit nooit verzonnen. Dit heb jij zelf verzonnen. Dit heb ik zelf verzonnen, omdat ik dit... Ik kocht dit bij de Xenos en dacht ik, oh, interessant. Dit zou ik dus nooit zo samenvoegen. Maar dit is goddelijk. Ik ruik het ook. Ik denk, ja, dit is wel wat die dip maakt, hoor. Ja. Dus dit, ik zei, je kan het weglaten, maar dan krijg je gewoon die dip die veel mensen hebben. Ja. Deze moet je wel even goed mixen, daarom doe ik hem nu al. Tuurlijk kan je alles in één keer bij elkaar knallen, maar dit zit best wel stukjes in. Ja. Best wel hard. In dit? Ja. Oh mijn god, jij ruikt het niet, hè? Nee. Oh, zie je dat de kleur ook verandert? Hij wordt nu donkerder. Oh, maar ik... Oh. Goddelijk, hè? Dit is ook heel lekker om door een aioli te doen, die aubergine. Ja, dat is geweldig. Ik heb ook Pataks mango chutney. Ook... Oh, ik heb dit zo lang niet gemaakt. Ik had helemaal vergeten hoe lekker het wordt. En nu wordt de kleur weer mooi licht, omdat we de mascarpone erbij doen. Oh, vind ik dit ook echt een mooie kleur, hoor. Heel veel werken met feta, maar het begint zo standaard te worden. Helemaal water in het mondje. Zo lekker dit. Misschien wel de lekkerste vind ik dit. Ja? Ja. Ja, hij is echt fluffy. Maar er zitten dus ook die stukken... Ja, het is echt geweldig. Laten we nu even proeven. Er zit er nog geen mirik... Oh, die substantie. Zie je het? Ik denk dat ik dit al zo lekker vind. Dit is ook lekker. Oké. Okay. Lekker. Ik ga dit er allemaal in knallen, omdat ik dit lekker vind. Ik heb geen idee hoe sterk dit gaat worden. Dat boeit me niet. Ik hou van mirikswortel. Misschien proef je het allemaal niet. Ja, je ruikt het wel heel sterk, dus ik kan me niet voorstellen dat je het niet proeft. Denk het ook. Proef je het zo, als je het op je tong doet? Niet echt. Hm. Dit heb ik er aan knoflook weggelaten trouwens. Dus heel veel. Oh. Zou jij meer knoflook erin doen? Misschien een beetje. Ja, want het pittige is niet die knoflook, hè? Nee. Het is dat andere. Zou ik alle knoflook erin doen? Ja.
Dit is wat we over hebben gelaten. Maar hadden we nou 5 tenen? Of 4? Ja. Er zat 1 mini bij. 4 en een kleine? Ja. Oké, dus we hebben dus wel 4 tenen dan. Gewoon lekker proeven, jongens, wat jij lekker vindt. Wij houden van knoflook. Wij houden van knoflook. Het klinkt zo anders. Wij houden van knoflook. Ik ga even dippen. Ik wil ook proeven. Wat denk jij? Die mirisworst heeft ook een bite, wat apart. Ja? Ik weet niet of ik het echt een toegevoegde waarde vind. Dit is wat zuurder. Welke? Ik zou voor deze gaan. Niet voor de verse. Als mosterd of zo. Ja, het is zelfs mosterd. Het is ook een beetje zuur. Ja. Hey, het heeft heel veel smaak hoor, deze dip. Ik denk dat, ja. Mm. Die doet het hem wel echt. Die is lekker, hè? Oké, er zit 30 gram van deze mirisworst in. Verse mirisworst van Raynon is leuk, maar is eigenlijk niet nodig. Nee. Maar dan hebben jullie in de video dit gewoon gezien. Leuk toch? Nu komt er dus weer iets van pit bij, maar ook vooral heel zoet. Want dit vind ik vooral heel zoet. Een flinke scheut, maar ik zal ook even voor jullie meten hoeveel gram het is. Echt wel veel. 30 gram chilisaus gaat er nu in. Ik denk dat hij hierna klaar is. Er zit dus ook geen zout in. Nee, maar dat is ook echt niet nodig. Nee. Ik dacht dus, als je de mascarpone te lang roert, gaat de fluffiness dus weg. Dat heb ik geleerd van Rudolf. Moet je niet met de blender. Oh, met de hand. Familie maken. Scheppen. Dat heet familie maken. De twee substanties komen dan bij elkaar. Ja. Je schept er doorheen. Ja. En dat is familie maken. Hebben wij nu niet gedaan, maar dat realiseer ik me dus nu net. Ja. Je kan het beste in mascarpone als laatste toevoegen. Wij hebben nog weer een beetje lopen klooien, want het is alweer 10 maanden geleden dat ik dit voor het laatst heb gemaakt. Mascarpone op het allerlaatste moment. Hij is echt niet minder lekker, maar... Hij wordt iets minder fluffy. De fluff. Mascarpone is van zichzelf een luchtig substantie. Ja, en als je mascarpone te lang mixt, dan wordt hij gewoon iets dunner. Zo kort mogelijk wil je die mascarpone meedoen. En jij had het dus over die familiedingen en dat brengt mij dus... Dat wij nog de gouden kooktip moeten doen. Dus heb jij voor de kijkers en voor mij een gouden kooktip? Nou, vroeger keek ik altijd 24 Kitchen met Rudolf. Vond ik fantastisch. Ja. En hij legde daarin uit dat als je twee substanties die romig moeten blijven samen wil voegen... dat je dat er doorheen moet scheppen en niet roeren. Want als je roert, dan roer je alle lucht eruit. Ja, precies wat ik nu heb gedaan. Ja, precies. Wanneer je schept, dus familie maken. Je brengt de twee substanties naar elkaar, die maken familie. Behoud je de lucht en daardoor blijft het meer fluffy. Maar dat is ook met taarten. En wanneer je slagroom en room samen moet voegen. Ja. Of... Maar heb je dat nou niet gedaan en ben je helemaal gaan meekoken met deze video? Maakt het niet uit, want kijk hoe heerlijk die nog is. En hij is de gewoon... smaak, het is dat er geen smaak in is. Hij is gewoon iets dunner. Nou, hij is echt nog wel dik hoor. Ja. Je kan garneren met een beetje chilisaus. Maar ja, Nicole houdt niet heel erg van pittig. Maar ik heb toch een paar chilivlokken. Ja, ik vind het heel erg. Je kan ook paprika poeder of zo doen. Maar ik vind dat qua smaak dan... Het staat wel mooi. En een beetje groen vind ik ook altijd leuk. Maar ook wel weer een beetje afgezaagd of zo. Iedereen gaat altijd voor groen. Ja. Voilà. Oké, nou, lekker simpel weer. Dit is trouwens een truffelscotchie. Maar dat blijkt bij alles lekker te zijn. We gaan lekker proeven. Ruik je niet? Nee. Maar je proeft het een beetje. Nou, hij is nog mooi lekker dik. Oh, is zo lekker. Dit is echt niet normaal. Proef je die chilisaus? Ik proef alles. Ik ook. Geweldig. Die mirisworst proef je ook. Ik zeg wel heel eerlijk. Hij is nog nooit zo niet fluffy geweest bij mij. Dus het komt echt omdat ik nu gewoon een foutje heb gemaakt. Mascarpone moet later. Hij is echt perfect. Smaak is 10 out of 10. Maar we hebben natuurlijk lopen klooien met die mirisworst. Daardoor vergat ik dat de mascarpone als laatste moest. Dus de fluffiness is afgenomen, maar de smaak, als je het niet wist... Deze zou ik niet fluffy noemen. Maar op Instagram noem ik hem lekker wel fluffy. Oh, wat heerlijk. Ja. Gaan we hem afsluiten? Ja. Heerlijk. Bedankt dat je er was. Bedankt dat ik mocht komen. Ga lekker door eten. En, ik ga dit zeker thuis maken. Volgende week ben jij er weer. Ja. Super gezellig. En dan komt de allerbelangrijkste de echte afsluiting van dit seizoen. Ja, en dat vind ik heel leuk, want ik ben echt... Je moet ook een beetje creatief inzicht hebben, denk ik, om... Het lijkt me ook leuk als we allebei een beetje wat gaan maken. Weet je wat er volgende week... Ja, we gaan een borrel... Ik ga in ieder geval echt laten zien, want eerst dacht ik ga die video alleen maken. Want dan ga ik laten zien hoe ik een plank maak, maar jij vond het super leuk om erbij te zijn. Ja, en het is niet zomaar even wat spullen op een plank leggen. Nee. Het is heel leuk. Ja. Ik heb er zin in. Ik ook. Volgende week leren jullie alles, jongens. Leuk. En de laatste aflevering. Dus doe een duimpje omhoog sowieso. Vergeet niet de recepten op Instagram te checken en te reageren.
Maar dat is een piloot. En dan tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei. Maar het is wel een enorme schat. Ik ben dus helemaal ingestudeerd. Als enige aflevering. Wat erg. Wat erg. Ik vind het zo grappig. Ik ben nu helemaal rood. Moet ik het opnieuw doen? Weet ik veel. Hoe lang moet ik hier nog zitten? Ik ga het opnieuw doen.